wie ben ik? Wat ben ik? Daar is het waar het hier om gaat. Wie ben ik? Wat ben ik? Houd je even van de zwaar. Vraag ik hem, wie ben ik? Dan zeg ik, die ken ik. Daar is er weer een punt gescoord in spelletje. Wie ben ik? Ja. Goedenavond, dames en heren. Goedenavond. Hartelijk welkom. Ja, het is natuurlijk. Het is een speciaal weekend, maar. Nou, bijzondere dag vandaag. Ja? Toch? Gisteren ook. Nou, heel bijzonder toch? 5 jaar RTL, is dat niet niks? Oh ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Het is dat snel gegaan, hè? Nou. Weet je nog, oudje? Nee hoor. Maar dames en heren, het is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Tenminste, wij vinden het leuk dat we weer eigenlijk de eerste Wie ben ik mogen maken, toch? Eerste? Ja! Van het seizoen! Ja, ja zeker! Ik begrijp er ook helemaal niks van. Nou, daarom, deze hele Wie ben ik zal toch wel een beetje in teken staan van maar maandag jaar. Zijn we er weer. Morgen. Morgen is eigenlijk dat de echte officiële eerste. Dit is een speciale, hè? Ja. Dit is een speciaal. Het muntje viel. Het zit je toch op te letten. Goed. Ja. Nou, maar goed. Dit zal, deze aflevering zal helemaal in teken staan van 5 jaar RTL. Ja. En natuurlijk ook Foster Parents. Hè. Dat is ook heel erg belangrijk. Foster Parents, kinderen. Ja, ja precies. U heeft hem al gehoord. Ouders zoeken kinderen. Ook dit hele seizoen is hij er weer bij. Dames en heren. André van Duin. Goedenavond. Zo noemen we hem in de wandelgangen, heel lange. Hier is hij, Ron Brandstede. Hier ben ik. Wat enig. Ons hier blik ik. Jawel. Zo, Ron. Ik had het ook een beetje gehoopt, hoor, dat je er weer zou zijn. Ja, zou die er zijn? Ik had er zelfs om weer te zien. Ja. 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 Jongens, wat een feest. Je bent ook niet ouder geworden in die 5 jaar. Je ziet er heel goed uit. Nee, maar dat komt door die herhalingen. Ja, door die herhalingen. Daar knap je van daar op. Komt het, ja. Ja. Dan ben je ineens een stuk ouder. Het is een feestuitzending, hè? Daar gaan we. Goed. Wie heb ik bij me? Nou. Dat wil u graag weten. Van ja. mij. Nou, dat is gelijk goed. Ik ken ze niet. Nee. Maar daarom ga ik er ook iets over vertellen. Als ik zeg dat mijn gast aan deze zijde van vanavond een doortastend en zakelijke, briljante persoonlijkheid is, dan overdrijf ik daar niets mee. Overal waar hij gewerkt heeft zitten mensen soms nog suizenbollend na te denken over de ideeën en veranderingen die hij op hen heeft losgelaten. Het je bent jong en je wilt wat is op hem zeker van toepassing. Sterker nog, hij is jong. Nou ja, jong. 5 jaar oud. Hij is wat rijper, een rijpere jongere en hij bereikt wat. Scherpzinnig en alert. Het zijn 2 kenmerken die bij hem horen en ons de zegen zullen brengen vanavond. Na Veronica, RTL 4 en NBC Nu, dames en heren, Ruud Hendricks. Yeah. Hi, chief. Good morning. Nou zie je het. Good morning. Een harde dommer. Nou ziet hij het. Harde dommer. Zware pijp. Nu zie ik hem, ja. Zware pijp ook. Ja, ga je roken. Schijnbaar gedachteloos met de onafscheidelijke pijp nou, in de nou, dat is niet schijnbaar, hoor. Dat is gewoon zo. Schijnbaar gedachteloos met de onafscheidelijke pijp in de mond kan hij soms urenlang voor zich uitstaren. De blik op oneindig, maar het verstand bepaalt niet op nul. Want deze creatieve duizelpoot slaat in tijden van nood onverbiddelijk toe met een originele oplossing, hoe groot het probleem ook mogen zijn. Dat deed hij al als bedenker bij ons in Aalsmeer. En nu in Hulversum is dat niet anders. Ook schrijven kan hij perfect, zoals hij bewees met een prachtig boek dat een mooi en compleet overzicht geeft van onze vaderlandse televisie. Met 2 van zulke briljante geesten heb ik een vrije avond. En kan het niet meer stuk, dames en heren, Bert van der Veer. Yay! Daar is hij weer. Daar hebben we hem weer. Bert van der Veer. Ja. Heb je nog nieuws? Heb je nog nieuws? Ta, 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 ta. Zo dadelijk in het deal, zegt hij. Blablabla. Heel verhaal. Nou, het is een beetje wonderlijk dat ik daar tussenin zit. Want normaal zit er niks tussenin. Dan zit ik er ineens tussenin. Wonderlijk natuurlijk, hè. Dames en heren, Jean-Paul. U ziet hem een paar maal per dag. Als hij het nieuws lezen mag. En als zijn ogen olijk. En als zijn ogen olijk. Wat hij zegt is niet altijd echt vrolijk. Oh, nee. Echter, in zijn vrije tijd is hij al de problemen kwijt. Ik zag hem net nog in de bar, toen zat ze haar al in de war. Maar
Dat scoort goed bij menig vrouw, dames en heren. Jeroen Pauw! Wauw! En aan mijn andere zijde, Loretta Schrijver. Loret. Al schopt zij, ik denk, ik zal eens improviseren, maar dat zie je, dat kan ik zien. Al schopt zij dan vanavond, Kate. Vanavond brengt zij het wereld. Normaal brengt zij het wereld mee. Soms komt een lach op haar gezicht. En dan komt ze met een goed bericht. En na haar komt nog een meneer met een verhaal over het weer. Daar word ik ook niet vrolijk van. Het is toch altijd een rot weer, man. Hoewel, ik bekennen moet, wat deze vrouw doet, doet ze goed. Daarom is zij ook een echte blijver. Naast mij zit Loretta Schrijver. Ik denk, je komt er nooit uit. Ik dacht, je komt er niet meer uit. Jawel. Ik word zo warm van, weet je. Wat ben je op dreef, hè, Dree? Lekker, hè? Ik vind het een beetje druk. Ja, ik heb een beetje druk, Dree. Het is het laatste Niels, jongens. Het laatste Niels. Goed. Je zit er bovenop. Ik er wel. Nou, we gaan hadden die twee van jou ook nog, Niels? Hallo. Jawel, hoor. Goed. Opnieuw. André, hallo. Ja. Kunnen we even proberen naar de eerste ronde te gaan? Natuurlijk. Goed, we gaan naar de eerste ronde. Ja, de eerste ronde, ik weet niet of u het nog weet, vast wel, is Wie ben ik? En dat wordt deze week gespeeld door het team van... Ronnie. Ruud, dat is tegen. Ruud, druk op de knop. We hebben tas hier. Ga je gang. Ronnie. Ja, en hier komen jouw aanwijzingen. Goed. Jeroen. Je verschiet nogal eens van kleur. Je hebt wel een beetje koude kak. Je moet het opschrijven. Zeg eens dat hij het opschrijft. Nee, je kan het. Het onthouden ze allemaal. Captain van niks, hè. Begint dat nu alweer, dat gezeur? Nee, maar ik help. Alles. Dan moet ik dus zijn kandidaat gaan helpen. De man hoeft iets op te schrijven. Hij onthoudt, hij fotografisch. Zit allemaal hier. Oh ja? Dus waarom heb je mij niet gebeld van de week dan? Loretta. Het zat geen rolletje. Het zat geen rolletje. Je hebt waardering voor een goede kok. Ja, zeker. Nou en of. Wat was de tweede ook weer? Zeker nu je in Engeland zit. Absoluut. Nou, oké. Okay. Dree, wat was de tweede ook weer? Oké. Kauwkak. Kauwkak. Oké, Ruud, u hebt 30 seconden de tijd. Dat, misschien vindt u dat heel raar, dat kent u niet van ons. Nee. Ja, maar dat doen we nu. Dat gaan we nu het hele seizoen doen, want het is zo moeilijk om een minuut lang iets te vragen. We doen 30 seconden. Nou, ik heb er nooit... Oh, hij had de moeite met het. Ja. Okay, 30 seconden, dat is dus nieuw. 30 seconden. Ja. 30 seconden. Jongens, ben ik een man? Aan wie vraag je dat? Aan Jeroen. Ja, ik ben een man. Werk ik bij de televisie? André? Nee. Leef ik nog, Loretta? Jawel. Ja, zeker. Ja? Later, Niels, ja. Toch? Jeroen, ben ik oud? Behoorlijk. Nee, is een fout, hoor. Ben ik erg bekend? Mag nog beantwoord worden? Ja. Mag nog beantwoord worden? Maar ik wil even... Ben ik een bekende Nederlander? Ja, je bent een bekende Nederlander. Oké, mooi. Dat was eruit nog. Dat mocht nog even. Ron, ga je gang. Daar komt hij dan. Hier komen jouw aanwijzingen. Ik ben benieuwd. Jeroen, jouw aanwijzing voor Ron. Je hebt een. Heb je dat? Staat dat? Je hebt een afwijking met een lange ei. Afwijking. Voor afwijkingen, ook weer met een lange ei. Een afwijking voor afwijkingen. Ja. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Je staat ermee op. Aberraties, je staat ermee op. Oké, Ron. Ja. Zet hem op. En hoe doe jij het nu zelf? Dat zou jij wel willen weten. How do you do? Ga je gang. Hoe doe je het zelf? Ben ik een vrouw, Loretta? Ja. Ja. Oh, dit is telefoon voor Dree, ogenblik. Vaste pakken. U wil lid worden? Ja, dat kan. U zoekt kinderen, ja. Welke leeftijd wil u hebben?
Als wij vol zitten, dan wijken we uit naar hier. Ik ben een reserve toestel. Oh, oké, okay, geef u maar op hoor. Ga maar door jongens, ik hou het van voor. Ja? Ja, oké. Okay. Niet Prins Bernhard weer toch, hè? 11 jaar, ja. Krulletje. Nederlands vrouw Loretta? Ja. Oh. Ja hoor. Moet je nou. U wordt teruggebeld door Koos Postema, belt u persoonlijk. Ja. Ja. Nee, Koos is dat maken. Ja hoor. Hé, hey. Nee. Nee, ik heb het verkeerd gehoord. Ik heb het verkeerd gehoord. Goed. Heeft hij het gedaan, hè? Want ik was aan het nee hoor, hij heeft het niet gedaan. Oh. Goed, we gaan naar Bert. Bert, je mag op de knop drukken. Ja, en hier komen jouw aanwijzingen. Jeroen. Wat heb jij een getekende kop, zeg. Ja. André. Je vindt jezelf briljant. Ja. Loretta. Ja, en je zorgt ongewild voor een vrolijke noot. Jeroen, ben ik een figuur? Ja, absoluut. Een levend figuur? Zo lijkt het wel. Loretta, ben ik een driedimensionaal figuur of een tweedimensionaal figuur? Oh. Sorry, André. Sorry, André. Ja. Eendimensionaal. Overdrachtelijk, letterlijk. Sorry, André. Eendimensionaal. Een eendimensionaal figuur. Eendimensionaal. André, wat vind jij ook? Wat vind jij ook? Ja, ja. Goed. Schot voor de boeg. Of ze wel een gokje. Jullie mogen een gok wagen. Oh, Ruud. Jongens. Dries van 8. Oeh. Ja, je weet wat dat betekent, hè? Oeh, hè? Kauwe kak. Ja. Waardering van een goede kok. Van 8 is echt een Bourgondier, toch, of niet? Ja. Ja. En hij is niet van, nou, hij werkt niet bij de tv, hoewel hij er veel. Het is wel een oehoe, maar het is niet goed. Ja. Oehoe is bijna, hè? Ja. Oké. Okay. Waarom? Ik ben Hendrik Jan de Tuinman. Hoe raak je mee, hoor. Wat is dat nou zo? Dat is niet goed. Nou, je was een Nederlandse vrouw. Je bent een Nederlandse ik ben vrouw. Een Nederlandse vrouw. Maakt niet uit. Dan ben ik Mina Dassen. Nee. Klazina, nee. Bert. Ik ben niet Popeye, maar die andere man. Olijfje. Nee, die man. Hij had nog een assistent. Brutus? Brutus? Ja, nou, doe mee. Brutus? Nee, ook niet. Nee? Helaas, jammer. Maar niet goed. En gelukkig, dames en heren. Sorry, Bert. Hallo. Sorry, André. Mag ik even iemand introduceren? Ik weet het niet, klikt aan. Gelukkig is er het hele seizoen weer. Wendy! Ach, Wendy! Yes. Lampada. Goed. Je krijgt nog een aanwijzing van Jeroen. Ruud, ze komen bij jouw spraakles van pas. Ze komen bij jouw spraakles van pas. Ga je gang. Je hebt 2 minuten. Spraakles doet mij denken aan mijn goede vriend Jaap van Merkeren. Maar die kan het niet zijn, want... Die is bekend. Die is bekend, dus die is het zeker niet. En die verschiet ook niet snel van kleur. Maar van 8 was een oe, hè? Dus dan moet ik gewoon andere politici af die een beetje bekakt zijn. Ja? Wiegel, spreekt hij bekakt? Valt mee, toch? Niet. Linschoten, Robin Linschoten? Oh. Nee. Is niet goed. Nou, wel VVD, hè? Bij de VVD spreken ze een beetje bekakt, hè? Ja, ja. Ja, ik ben al wel weer even weg uit. Sterker nog, de man is niet te verstaan. Wim Kok. Nee, Wim Kok spreekt niet bekak. Nee, en die is niet van de VVD. Nee, maar het gaat om de Engel. Hoe heet hij nou? Ja, nou? Heet nou? Frits Bolkestein. Yay! Niet te verstaan, maar dit was knap. Goed, Ruud. Binnen de tijd. Ja, je hebt 69 seconden over. Nou, de eerste punten van het seizoen zijn binnen voor het team van Ron. Heerlijk, fijn gevoel. Maar, kunnen de aardappelen ook weg? Ja, toch? Die aardappelen kunnen weg. Ja. Zo, Ron. Nu komt jouw voorwerp eraan. Let op. Bijna een tijd. Wat is er nog? De hartstocht slijt. Zo gaat het toch. Hij komt niet eten. Zij wordt vergeten. Want hij is gaan. Die oude schurk, wat zegt hij? Zakenrelatie, mini-Erik, ja dag. Die knappe troela, hey Rob. Ja, amahoela, hij is met de...
Rob Jansen, dankjewel. Hey. Heerlijk. Goed, hè? Dankjewel, Rob. Erg leuk. Wat een heerlijk lied. Heel goed. Top. Nee, die was niet helemaal goed. Het is... maar dat terzijde. Je hebt toch nog een aanwijzing erbij voor Ron? Nou, tuurlijk. Heel veel aanwijzing. Voor Ron, ik zou maar eens met hem gaan praten. Goed. Met hem. Ik zou maar eens met hem gaan met hem. Praten. Je hebt 120 seconden. Maar ik ben een vrouw. Ja, tuurlijk. Dus dat is een aanwijzing voor mij. Jij adviseert mij als vrouw om met hem te gaan praten. Ja, je stelt toch iemand voor? Dat is toch altijd? Maar met die Rob Jansen? Ja. Aha. Ja? Ja. Je hebt zelf, heb je dat... Nou, maar, ik zou maar eens met hem... Lied, Rob Jansen, André. Ik zou maar eens met hem... Dus je leest gewoon maar op wat er natuurlijk, staat. Ga je dat het komende seizoen... Ogenblik. Oh. Ja. Gaat allemaal voor je nee, tijd. Kun je heb ik gedaan... Nee, je moet ze houden. Ja, tot, ja, dat weet ik niet. Tot ze naar school gaan. Ja hoor. Heb ik te maken met relatieproblematiek? Kijk. Of... Van de tussenmensen wat je wel eens hebt. Waar hij over zong. Bij anderen. Wat wij wel eens hebben. Nou, ja, problemen. Hebben... Ik heb met jou geen relatie. Jawel. Nee, maar wel vroeger problemen. Wel, maar de laatste jaren is het er niet meer van gekomen. Hoe doe je het zelf? Ben ik een vrouw die op televisie verschijnt? Lorena. Ben ik ook werkzaam bij hem? Ja, zeker. Ben ik dan misschien... ik wou het zeggen, Loretta Schrijver. Dat kan je rustig zeggen. Ja, vind ik ook wel leuk. Maya Eksting. Goed hoor. Goed jezelf. Seizoen is geopend, hè? Kunnen we wel zeggen. Lekker jongens. Hè, lekker, dat is eruit. Nou, je kunt achterover gaan zitten, Ron. Ik heb een heerlijke avond. Beurt. We gaan naar jouw voorwerp. Je bent aan de beurt. Je bent aan de beurt. Oh jee. Oh jee. Oh nee. Hè. Ja. Oh jongens, jongens, jongens. Oké, bedankt! Hey. Wordt de hoogste tijd dat ik een ander programma ga. Ja hoor, hier heb je het al. Ja, je was fantastisch, ja. Ja, geweldig. Ja, nee. Nee, niemand. Koos Postema of hem herkend hadden. Loretta, is er nog iets wat je hierbij kunt zeggen? Nou, eigenlijk, dat zat ik dus altijd bedenken van de vrouw. Dit ben je... Nee hoor, het gaat er bij jou iets minder sierlijk aan toe. Nog minder sierlijk. Is nog minder sierlijk. Nou, nog minder sierlijk. Dit was prachtig. Goed. Bert, je hebt dus 2 minuten. Kom op, zet hem op. Ik vind de aanwijzing een waardeloos, echt. Ja, is ook niet zo. Loretta, heeft het iets met RTL te maken? Nee. Ik hoor van Caroline niet. Nee, dans ik net zo goed als hij? Ja, ietsje minder sierlijk. Maar ja, je hebt me wel eens in beweging gezien. Ja, ik, zeker. André, is het moeilijk om op mijn naam een rijmregeltje te maken? Wat je altijd zo goed doet? Een rijm... ja, dat is wel... ja, het is wel moeilijk. Ja. Dat kun je maar niet. Wat er bij zijn tussen zijn benen zit, is geen verschil wat er bij jou... Jeroen, ben ik wel eens in het nieuws geweest? Want hier heb ik echt niets. Je raakt alleen maar in de war van die woorden. Nou, nee, je bent niet in het nieuws geweest. Loretta, ben ik muzikaal? Ja, wel. Ja. Je leeft wel met een bepaald soort muziek. Jawel. Heeft het iets met pinda's te maken, André? Pinda's? Ja, omdat die vrolijke noot net ineens. Oh, nee. Heb je me wel eens in pyjama gezien, André? Ja? Waar? 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 Ja? Ik weet niet eens of ik hem gezien heb. Bij mij thuis? Bij mij thuis. Maar jongens, geef ons een aanwijzing, want Bert zit absoluut op een doodspoor. En we hebben nog maar 41 seconden. Hallo. Ja, ik luister naar jou. Waar Pinkelman? Waar Pinkelman is? Gewoon Pinkeltje? Nee. Is met een pink. Is met een pink. Pink Panther. Ja! Wij gaan naar de tweede ronde.
Maar? We gaan eerst even naar Koos. Koos? Ja. Daar is hij al omgekleed, Koos. Ja. Koos. Ja. De tweede ronde. Wordt gespeeld. Ja. Jeroen, druk op de knop. Hier komen jouw aanwijzingen. De eerste komt van Ruud. Men ziet je snel over het hoofd. Toch ben je verre van kleurloos. Bert. Je bent al door vele jongenshanden gegaan. Jongenshanden gegaan. Mooi. Jeroen, 30 seconden en het is niet veel, kan ik je zeggen. Ja, je leest alleen maar. Zou je me thuis willen hebben, Ruud? Absoluut niet. Nee. Ik wel. Ja, kun je me eten, Ron? Heb ik nooit geprobeerd. Ja, vast wel. Maar ik denk dat het kan. Ja? Ja. Ja. Ik denk het wel. Ja. Ik ben dus geen kledingstuk, Bert. Nee. Ben ik van steen? Aan wie vragen? Ruud. Er is een versie van ijzer. Maar is er ook een versie van steen? Er is geen versie van steen. Is er een versie van hout? Nee. Oh. Mooi. Mooi. Ik maar? Ja hoor. Zo. Hier komen jouw aanwijzingen. Je laat je moeilijk voor iets strikken. Moeilijk. Strikken. Ron. En je bent een tikkeltje ordinair. Ordinair? Ja. Spijt me dat ik het zeg. Maar je werkt je uit de naad. Goed jongens, het seizoen is geopend. Je bent geopend. Vluchten kan niet meer. Nee. Moet ik strikken. Ben ik een kledingstuk, Bert? Telefoon. Ja, zit daar. Daar gaat het. Jawel. Dikke nee, post. Nu. Ik heb 30 seconden. Nee, ik heb 30 seconden. Anders kan mijn tijd gaan door. Was ik een kledingstuk? Heren kledingstuk, Ron? Heren? Nee, ik zei dat je nog ordinair bent. Nee, ik ben een kledingstuk. Ja, maar je bent geen heer. Nee, ben ik een herenkledingstuk. Een stuk voor mannen om te dragen, ja. Kan ook. Dat was de eerste vorm van tijdrek, hè, weer die ik hier mogen aanschouwen. Moest ik even ingooien. Heel listig. Heel listig. Goed, Loretta, ga je gang. Yes, hier komen jouw aanwijzingen. Ruud. Jij houdt niet van daglicht. Word jij jezelf niet spuugzat? Jij weet van geen ophouden. Geen ophouden. Oké, Loretta, ga je gang. Je hebt 30 seconden. Dus ik ga maar door. En het is iets wat. En ik speel het. Ben ik een voorwerp waar je iets mee doet? Ruud? Nee. Ben ik een voorwerp? Nee, zeker niet. Ben ik een handeling? Ron? Nee, je bent geen handeling. Nee. Je bent geen handeling. Mooi. Jeroen, heb je enig idee wat je bent? Ja, ik zou nog zelfs een batterij oplader kunnen zijn. Nee, dat ben je niet. Jammer. Jammer. Ja. Had ik altijd al willen zijn. Ja. Ja, ik ben eruit geweest. Willen we allemaal wel eens zijn, een batterij oplader. Ja. Iedereen wil een batterij oplader zijn. Nee. Sorry hoor. André, wat zit je me toch heerlijk aan te kijken. André weet het. Wat ga je zeggen? Hoe je dat zegt zo, ik zou best een batterij oplader willen zijn. Ja. Jij niet? Hè? Nee, zij. Ben ik een gleufhoed? Een herenkledingstuk. Hoe kom je erop? Nee, het is niet goed. Het is niet gek. Daar zit zo'n strichtje op. Nee, het is niet goed. Het is niet goed. Nou, ik ben het niet, maar ben ik een lamp? Een lamp. Nee. Jullie hebben net allemaal een schot voor de boeg gegeven. Een gokje mogen wagen. Dat is allemaal niet goed. We gaan naar de voorwerpen. Jeroen, eerste voorwerp is voor jou. Thank you.
Image. Mr. Image. Heel mooi. Feestattracties, ja, mooi, hè? Jeroen, je krijgt nog een aanwijzing erbij van Ruud. Ja, Jeroen, dat is een hele makkelijke. Dit is dagelijks werk voor jou. Nou, nu moet alles duidelijk zijn. Ga je gang. Valt het muntje. Is het insect? Weet ik eigenlijk. Oh, nee, het is geen insect. Niet nee. echt, maar je krijgt maar een toch flauwe toch wel dichtbij, vind ik. Nee. Ja, nee. Dicht dichtbij. Het is geen vlinder? Nee. 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 Is het een speelgoed? Het is geen speelgoed. Is het geen speelgoed? Helaas. Oh. Maar veel kinderen hebben het. Ja. Is het Bert door jouw kinderhanden gegaan? Nee, nee, onvindbaar. Door jou wel? Wel? Waarom eigenlijk? Ja, bij mij wel, ja. Ja, ja. Veelvuldig. Jonge onderzoeker was ik. En ik had oog voor de natuur. Allemaal? Nee, ik heb twee meisjes. Ja? Twee dochters. En ik doe het dagelijks? Wat was het nou? Ik deed het dagelijks? Nee, het is dagelijks werk voor jou. Ja. Dat. Wat daar, zeg maar. Het is dagelijks werk voor mij. Wat, ja, stel dat dat zo was, maar dat is natuurlijk niet zo. Het nieuws gaat sneller, hè? Ja, het nieuws gaat een beetje sneller. Maar heeft u wel met wind te maken? Even denken. Met jongenshanden? Nou, jongenshanden? Maar wat heeft dat met vlieger? Nee. Oh. Nee. Maar ook niet warm of zo? Dat je dan begint te brengen? Geen oren. Dus ook niet vliegeren? Nee. Door jongenshanden was het de naam van een... Van iets anders dan wat ga je ik ben zeggen? Nou even vergeten wat ik wou zeggen. Ja, niet zeggen. Het is een versie van ijzer, het is verre van kleurloos, dus ik dacht vlinder. Ik zie daar een vlinder voorbij komen. Je ligt behoorlijk op koers, toch? Oh. Ja. Dus heeft het iets met varen te maken? Ja. Het is wel moeilijk, het is wel moeilijk. Een vleugelboot. Roeiboot. Help nog eens wat jongens, we nog maar 26 seconden. Een van de beroemdste boten die je in Nederland kunt vinden. Als klein. Zeker als maar je hebt nog meer een van de beroemdste betekenissen. Maar dan klomp met een zeiltje. Het is geen zeilboot, het is niet de kapitein Rob, het is niet de Mississippi met zo al die dingetjes en zo. Ja, het is heel moeilijk. Je bent nogal veranderend type. Nee, hoe kom je daarbij? Je bent je bent de naam van iets en je bent zonde, hè? Jammer. Wil je het weten? Ja, nee, ik wil het niet weten. Nee? Ja, ik wel. Ja? Ja. Chameleon. Schippers, de schippers van de chameleon. Chameleon, dat bootje. Is van ijzer, ja. Van die jongetjes, dat boek. Chameleon, dat bootje van dat boek. Die twee jongens. Lees toch eens een boek. Ja. Ja. Ik ken een chameleon. Ja, dat zijn kinderboeken, echt heel leuk. Nou, die jongens. Maar ik was meteen volwassen. Ja, ik ben nooit klein geweest. Chameleon. Ja. Ja, maar hij was echt niet makkelijk. Heel moeilijk. Ja, daarom, dat is waar. Goed, 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 goed. Oké, het is niet anders. Nou, niks aan te doen. André, we gaan naar jouw voorwerp. Oh. Tarzan. Ja, ken je hem niet? Zo ken ik Koos helemaal niet. Mooi, mooi, mooi. André, je krijgt toch iets bij van André, van Ron. Ja. Hij wil graag met jou mee. Hij wil graag met jou mee. Ja? Een herenkleding, ordinair herenkledingstuk. Ga je gang, je tijd loopt. Ben ik een ordinair herenkledingstuk? Zo zou je het kunnen omschrijven. Ben ik hoe heet zo'n ding? Een lendendoekje? Iets meer. Een lendendoekje? Een lendendoek van Tarzan, omdat hij Tarzan heet toch zo'n lendendoekje? Je bent geen lendendoekje, maar warm. Een lendendoekje. Een lende. Iets warmer. Een iets meer moet lachen. Lapje is nog warmer. Tanga. Tanga. Komt in de richting. Oh, een...
G-string. G-string? Ja! Ja, string, string was het. Ja, string. Niet een G-string, maar een string. Nou, goed. Dat is geraden, hè? Tuurlijk. G-string. Hoe we nou het erover hebben? Nou, Loretta. Oké. Oké, we gaan naar het laatste voorwerp, dat is voor jou. Lekkere rauwe stem, zeg. Ik hoop het, ik hoop het. Back to the basics. Ja, back to basics. Ja, to basic, ja. Daar ben je. Of Chameleon, of die ook bulten heeft. Nee, hij heeft geen bult, hoor. Nee, geef niet, je kunt altijd bellen. Ja, hoor. Ja. Aardige mens. Ja, goed. Loretta, je krijgt... interactieve tv. Ja, oh, leuk, leuk, leuk. Je krijgt nog een aanwijzing erbij van Bert. Met hen kom je er wel doorheen, Loretta. Ja. Met hen? Hen. Met hen kom ik waarschijnlijk dus wel door de... Oh, nog hen. Wat? Hen. H-E-N. Hen. Ja, ja. Met... Ga je gang. Je hebt 2 minuten. Die lopen al. Dus het is iets in de nacht. Ja, dus... Ja, ik vind het nou een beetje raar, hè? Dus het is iets... Met hen kom ik er wel doorheen. Dus het is iets in de nacht. Nee, maar ik hield niet van daglicht. Ja. Even, ik zat te denken, ben ik een droom of ben ik misschien iets van een kater? Allebei, dat kan erop volgen. Mijn vader zei altijd, 's avonds de man, 's morgens de man. Ja, ja, dus ik, mijn vader zei altijd, een man, een man, 2 man. Oh. Dus ik ben een lekker drankje? Nee. Is dat iets verslavends? Nee. Maar het is wel iets... Je bent een way of life, ben je. Way of life? Ja, het is iets wat je doet. Echt. S'nachts? Alleen maar s'nachts? Niet als je dienst hebt. Niet als je dienst hebt? Maar iets met drinken. Nou, ja. Ja, komt erbij. Dat doe je ook. Je zat van en je weet van geen ophouden. Nee. En je houdt niet zo van daglicht. En met hen kom je de nacht wel door. Je dus je gaat type dan... ben je, een type. Was het meer voor Jeroen geweest eigenlijk? Ja, denk ik ook, inderdaad. Meer voor Jeroen. Meer voor Jeroen. Soort Jeroen, wat ben jij voor type tegenwoordig? Zou het een barfly zijn? Een barfly. Nou, ja. Ja. Maar dan gewoon Nederlands, omdat dit zeg maar een Nederlands programma is? Een kroegloper. Ja. Ik kan er ook misselijk van worden. Ja. Je moet ervan overgeven. Ja. Nou. En dan in de nacht. Ja. Waar moet jij nou s'nachts voor overgeven? Ander woord. Aan mijn kotsen? Dit is het zinskant. Dit is de bra. Nee, dat is wie. Ja, dat is wie. Braak, sol, braak, nacht, 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 nacht. Ja! Oh, ik wil heel snel. Nog 2 seconden. Ta, 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 ta. Nee, we gaan in de laatste ronde. We gaan. Jawel. De laatste ronde, jullie weten het nog, is waar ben ik? André, jij mag beginnen met vragen. Zodra ik nee moet antwoorden op jouw vraag, gaat de beurt dus naar Ron. Oh. Ik zeg nog even, dat doen we een minuut lang. En daarna mogen jullie ieder 15 seconden zoveel mogelijk vragen. Oké, waar ben ik?
Ben ik binnen? Nou, dat doet er niet toe, dat kan. Ja, doet er niet toe. Ik moet vragen waar ik ben. Doet er niet toe. Ja, maar zeg je, dat is een antwoord. Dat doet er niet toe. Dat weet ik nog niet. Maakt niet uit waar ik ben. Heb ik het leuk? Ja, denk het wel. Tenminste, ja, lijkt me leuk. Dus ik ben een vrijwilliger, ik heb het leuk. Ben ik met meer mensen? Het maakt ook niet uit. Je kan er ook alleen zijn. En heb ik het toch leuk? Ja hoor. Zit ik in... Of je moet het één vinden. Waar heb ik het nou leuk? Het kan overal zijn. Ben ik, zit ik televisie te kijken? Nee. Nee. Wat is er? Wat doe je? Wat is er voor leuks? Het ontgaat mij ook volkomen. Nee, helemaal. Ron. Heeft het iets met kinderen te maken? Ah. Goed, jij was. Jij mag nu de eerste. Heeft het iets met kinderen te maken? Hoe kom je erop? Ja. Ja. Heeft het ook iets met ouders te maken? Nou, dat zie ik niet helemaal. Dat zie je niet. Wat zie je dan wel? Heeft het iets met kinderen te maken? Heeft het iets met school te maken? Ik denk dat jij er al heel lang niet meer geweest bent. Zeg maar, ik kom er nog wel dagelijks trouwens. Ja. Ik kom er nog dagelijks. Verplicht nummer. Ah. Jij komt er nog dagelijks. Oh, iets met kleine kinderen, baby's. Nou, baby's, dat is wel heel onaardig. Nou, toch? Ja, maar iets, ja, kinderen, ja. Kleine kinderen, ja. Voor onderhoud? Heeft het iets? Nou, heeft het iets... Ja, Lot krijgt morgen een smeerbeurt. Heeft het iets met een... Ik zeg maar wat hoor, speeltuin. Hoe kom je erop? Ja! Chris! Chris! Je bent helemaal niet aan de beurt hoor. Nee. Oh, ik ben nog steeds. Wat gebeurde er nou allemaal bij jou daar? Niks. Best wel geraaien. Nee. Ja, heb je iets gezien? Nee, nee. Is het geraaien? Het is niet geraden, nee. Nee. Deed raar. Jij hebt het gezien? Nee. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik vertrouw er helemaal niks van. Ik verlink geen collega. Nee. Wil je weten wat het was? Het was een glijbaan. Een glijbaan? Glijbaan. Oh. Ja, nou goed, dan gaat er wel eens in de mist in, toch? Het is niet erg. Rob. Maar ik denk dat ik toch dat team iets ga geven. Want ze zijn een beetje de morele winnaars, vind ik. Ja, maar je hebt gewonnen. Ja. Wij hebben gewonnen, maar wij verwachten ook iets terug. Ja, nou dat kan. Want wij hebben ook hele leuke prijzen voor jullie meegenomen. Heel leuk. Waar heb ik ze? Oh, we hebben in de bus geblazen, Dre. Nou, wij ook hoor. Och, wat hebben we geblazen. Op een gegeven moment die chauffeur zegt, wilt u weggaan? Dank je wel. Ja. Kijk eens, moppetoppers. Kijk even. Gelijk oversteken. Daar komt ie. Ja. Wij hebben namelijk heel erg leuk voor deze avond speciaal de leukste telefoon die er is ter wereld om te onderstrepen. Dat je vanavond heel veel leuke telefoontjes moet plegen. Want als je dat doet, dan hebben we hier een lijstje voor je eigen foster parents kindje. Ja. Ja. Dit is toevallig het kindje van de overhanden. Ja, hoe weet je dat? Alsjeblieft. Dat is leuk. Ja, leuk. Ja. En als je al een foster parents kindje hebt... Ja, dat weet je niet, herken je meteen. Dat is raar, dit is mijn nieuwe kindje. Ja. Dit is mijn nieuwe kindje sinds... Ja, als je al een foster parents kindje hebt, dan kan je het ook... Ja, oké. Ja, dat is echt een kindje, leuk hè? Oh, wat goed. Dit is hij. Ja, nee, maar het zijn dezelfde. Het is leuk als jullie de beren houden, want ik vind mijn aap leuker als die dat konijn met jij hebt. Dus dat maakt niet uit dat we dit gewoon zo houden en de lijstjes houden ook. Dat is erg leuk. Je mag ook twee foster parents kindjes. Ik heb nou, er hebben net erg veel kinderen gebeld, die zien er vanaf. Die hebben het programma bekeken. Niks mee te maken hebben. Nou, dat vind ik echt hartstikke mooi. Echt waar. Leuk, hè? Ja, wat vind ik dat leuk. Top. Hartstikke leuk. Jongens, mag ik jullie allemaal ontzettend bedanken. Ja. Ten eerste, Wendy, dankjewel. Oké. Loretta Schrijver, dankje. André van Duin. Terug naar Koos. Ja, ga naar Koos. Koos, we komen eraan. Ga naar de Wolfentoppers. Jeroen Pauw, bedankt. Ruud Hendricks, dankjewel. Ja, is goed hoor. Jeroen Rietman zit te wachten. Ja. Hartstikke leuk. En natuurlijk Bert van der Veer, hartelijk bedankt.
Dames en heren, wij bedanken u voor het kijken. Maar belt u alsjeblieft naar Postcoperts, want daar gaat het allemaal om. Dag, tot volgende week.